Welkom bij Recepten van Topchefs. En vandaag heb ik te gast Roeland Klein van restaurant Hermitage. En waar is dat gelegen, Roeland? Ridderkerk, Rijsoord. Onder Rotterdam. Onder Rotterdam. 10 minuutjes, okay, kwartiertje. Goed zo. Je maakt voor ons een tussengerecht klaar. Wat wordt het? Ja, we gaan een stukje ganzenleven bakken. Mm. Daar doen we bij een compot van shallotjes met een beetje zacht geitenkaas. Daaromheen een saus van rode bietjes en truffel. Ja, die saus van rode bietjes, laat ons daarmee beginnen, want dat is nogal wat. Ja, dat heeft nogal even nodig. Ja. Dat moet echt een tijd inkoken en dat moet eigenlijk alle kleuren en smaken uit de bieten trekken. Dus dat heeft gewoon 1,5-2 uur nodig om lekker zachtjes te trekken. Eigenlijk niet te koken. Gaan we beginnen. Heel makkelijk, we zetten een pannetje op het vuur. Klein beetje olijfolie. Even warm worden. Even zien wat voor de olijven. De Oxyblanca. Dan snijden we even de gewassen bietjes. De bietjes zijn gewassen, geborsteld even bij de kontjes. Snijden we even in. Ja. Is het eigenlijk een hele zoete saus dan toch, is het? Nou, meer aard zou ik willen zeggen. De bieten hebben een zoet, maar de glas die we daarvoor gebruiken heeft absoluut geen zoet. Dat heeft gewoon een hele sterke smaak. Uh-huh. De truffel daartegen wordt natuurlijk ook heel aard. Dus het trekt eigenlijk het zoet meer in balans. Uh-huh. En straks met de geitenkaas en de shallotjes zit ook weer een klein zoetje in. Maar de geitenkaas haalt dat ook weer een beetje. En die combinatie met ganzenlever, dat is natuurlijk... De max, zoals bij ons zeggen. Een winnaartje. Ja. Okay, even aanzetten, worden de bietjes. Even kort om even de smaken en de geuren even lekker los te laten komen. Uh-huh. Dan gebruiken we daarin, om af te blussen, shiso purple azijn. Het heeft een heel mooi zuurtje. Dan voegen we de kalsbas toe. En dit gaat heel zachtjes aan de kant trekken. Okay. Hier hebben we voor straks de versie. Dat is dan eigenlijk, die hebben we even voorbereid thuis. Anders wordt het een heel lang verhaal. Dit is dan het resultaat. Dat is het resultaat. Een hele mooie donkere saus met de tonen van truffel. Rode biet. Ja, mooi. Ja. Dus die zetten we even aan de kant. Hoe het smaakt. Goed. Absoluut. Gaan we verder met de ganzenlever. Die gaan we voorbereiden. Mm-hmm. Bestaat uit 2 lobben. Trekken we heel voorzichtig uit elkaar. Ja, dat is wel een grote, hè? Ja, dat is een mooi grote lever. Ongeveer 500 gram. Mm-hmm. Deze levers komen uit Hongarije. Oh. Ja, het zijn levers die dus absoluut niet ganzen die niet gevoederd worden met trechters en enge dingen. Goed zo, chef. Ja, het zijn hele goede levers. Eigenlijk worden de beestjes gemanipuleerd. Om 2 keer een dag en 2 keer een nacht mee te maken. Waardoor ze iets meer eten als normaal. Maar ze hebben geen pijn. Ze hebben geen pijn. En ze hebben heel veel... Dierenvrienden, heel belangrijk. Heel veel ruimte om vrij te lopen. Dus ze hebben eigenlijk een heel goed leven. Maar doordat ze gewoon zelf op eten afgaan, groeien ze iets harder. Goed. Dat is het enige verhaal. Wat doe je ermee? Eigenlijk heel simpel. We snijden gewoon een mooie plak. Even het kleine kontje weg. We snijden per persoon ongeveer een duim dikte. Mm-hmm. Dat hangt een beetje af van je duimen natuurlijk. Maar ik hou mijn eigen duimen maar een beetje aan. Je hebt dus een hele grote duim, chef. Absoluut. Gaan we even peper en zout doen. Heel klein even een tikje geven met een pan. Oh, waarvoor is dat nodig? Om de structuur iets vaster te houden in de lever. Dus de binnenkant blijft dan mooi compact en zal niet uitlopen als een vloeiende massa. Oké, mooie tip om te weten. De ganzenlever gaan we even kort door de pastabloem halen. Pastabloem is een hele fijne bloemsoort. Ja. Wat dus ook nooit gaat klonteren. Mm-hmm. Even om en om, dadelijk een mooi krokant korstje te krijgen. Ja. Dat hebben we ook thuis al voorbereid, omdat het ook vrij lange tijd nodig heeft. De shallotcompot. Compot van shallotjes. Hebben we gemaakt met een klein beetje shallotazijn. Een klein beetje suiker, peper en zout. Olijfolie. En daarin heel zacht aangezet. Dus de shallotjes fijn gesneden. Aanzetten in olijfolie. En daarna heel zachtjes smoren met de andere ingrediënten. Mm-hmm. Het heeft eigenlijk een beetje, als je het tegelijk opzet met de saus van bietjes, is het tegelijk klaar. Goed, je zegt andere ingrediënten. Dit is dan... Dat is de zachte geitenkaas. Geitenkaas. Die smelt er dadelijk helemaal doorheen. Wat dan net een beetje weer het ziltige geeft tegen het zoete van het compotje aan. Dat zoek je natuurlijk ook uit de ui of de shallotjes zelf. Ja. En hoe gaat dit nu samen? Dit maken wij warm. Heel makkelijk. Daar gaan we mee beginnen. Ook sowieso, omdat het... Iets is wat eigenlijk gewoon warm kan blijven. Dat gaat niet achteruit, het verkleurt niet. Dus het blijft altijd mooi. Het is ook iets wat ideaal voor te bereiden is. Dus voor als je thuis lekker een dinertje wil doen. Mm-hmm. Zet ik even de saus op. De saus apart, die hebben we dadelijk als laatste pas nodig. Ja.
Want de lever wordt gebakken. In een mooie olijfolie. We hebben daarvoor de picudo. Goed voor het bakken. Hele mooie, mooie boterachtige smaak. Bakt perfect. Niet te veel. Het is voor de ganzenlever heel belangrijk dat de pan echt heet is. De olijfolie goed heet om gelijk dicht te schroeien. Anders gaat de ganzenlever alsnog uitlopen en dat willen we niet. Hij ziet nu echt rook erin komen. Dus we gaan nu. En eigenlijk heeft dit niet meer nodig als 2-3 minuutjes. Langs beide kanten zo? Of? Nee, dat is al te lang. Oké. Het heeft echt korte tijd nodig. En het belangrijkste, het zal het straks laten zien, op het moment dat de lever goed is, is het eigenlijk voelen. Je kan het alleen maar voelen, net als bij een steak of bij een biefstuk. Ja. Voelen. En op het moment dat de lever iets van zijn weerstand kwijtraakt, dus dat de binnenkant zacht begint te worden, wordt hij daar ook warm. Oké, goed. En de geur is echt fantastisch. Oh, kijk eens aan. Zijn er nog dingen die moeten gebeuren voor het gerecht? Of kunnen we zo gelijk gaan? Nee, het is eigenlijk eenvoudig, maar super lekker. Het is een combinatie. Ik kan me ook voorstellen met een heerlijke, mooie rode wijn. Absoluut. De ganzenlever is natuurlijk vaak een moeilijk gerecht om mee te combineren. Vaak wordt er gekozen voor zoete wijnen. Ja. Maar ik ben er zelf niet zo'n voorstander van. Zeker niet als tussengerecht, want dan zit je eigenlijk in je opbouw naar je hoofdgerecht met iets. Ja. Maar bij dit kun je natuurlijk een schitterend mooi glas wijn neerzetten. Kijk, misschien wil je zelf ook even voelen. Oké. Je voelt nu dat het gaat veren. Ja. Ja. Ja, nou. Maar het is ook wel heet, hè? Ja. We gaan serveren. De compot is mooi warm. De kaas is opgenomen. Dus die is er lekker doorheen gespoten. Het ruikt lekker. Ja. Echt waar. Dus in een ringetje. Klein stekertje. Moet nog niet te veel worden. Wat nogal een heftige smaak is natuurlijk. Ja. Bij dit gerecht, als laatste, gebruiken we Atsina-kres. Dat is deze hier, hè? Hele mooie anijsachtige smaak. Ja. Wat net nog even een ander accent geeft aan het hele gerecht. Mm-hmm. En dan uiteraard ons bietensausje. Absoluut, met truffel. Mooi hoor. Je bent ook niet te lang voor tafel als je dit moet gaan doen. Eigenlijk de bodem eventjes besprenkelen. Ja. En dat is hem dan. Het mooie tussengerechtje van ganzenlever. Fantastisch.